DVO in de eigen hal tegen Toppen. Vorige week waren er twee passes voor nodig bij DVO toen de tegenstander van toen Bleutevogel van Blauw-Wit, de 1-0 maakte. Nu zijn er drie passes nodig. Adrienne van Ofwegen. Bij Top nog altijd geen Picard en geen Split in de basis. En dit is een interessant duel tussen de twee topscorers van de Korfbal League, Snel en Meerkerk. Snel die voet het dan wat op Roos Verheugd. Lekker dan voor Tim Vlokstra als zijn vakgenoot zijn vriendin de huid vol scheldt. Feit is wel dat Meerkerk 72 doelpunten dit seizoen een strafschop mag gaan nemen. Hij mist Snel trouwens, heeft er 68 gemaakt voorafgaand aan dit duel. Even later, vrije bal met Meerkerk. Troef daar Snel af. Dit is een lekkere paas, zeg. Heerlijke assist daarbij, Koen van Roekel. Hij stelt Gert-Jan Meerkerk in staat om te gaan scoren. Die van Roekel zou een hele goede wedstrijd gaan spelen. Aan de andere kant, zoals gezegd, nog altijd geen Split en Picard in dit vak. Wel Mostart en Mostart van ver met de 5-5. Dan deze aanval van DVO. Een aanval die wel wat lijkt op een aanval van Top. Veel beweging en dit is een heerlijke paas. Behind the back van Van Roekel op Meerkerk. Komt weliswaar op zijn enkels. Dan scheelt het natuurlijk dat die kleine Meerkerk niet zo heel diep hoeft te bukken. Maar een heerlijke actie bij Van Roekel. En natuurlijk ook knap afgerond door Meerkerk. Stand is dan 7-6. Het wordt 8-6. En Boadi met de 9-6. Het gat is 3. DVO begint uitstekend in de wedstrijd tegen Top. Nick Snel is wel goed vanaf de 2,5 meterlijn. Zijn derde, wel allemaal uit standaard situaties, betekent de 9-7. Dat is een fraaie actie. Arnolds komt vrij. En hij bepaalt dan de tussenstand op 12-10. Dan komt Celeste Split in de ploeg. En opvallend genoeg zou het daarna gaan haperen bij Top. In de laatste 8 minuten voor rust zouden ze maar 1 doelpunt maken. DVO scoort wel. Weer een lekkere assist daar bij Koen van Roekel. Gaat er alleen niet in. En dit is heel dom gedaan door Tim Vlokstra. Ja, Celeste Split zegt het ook tegen Vlokstra. Alleen van Ofwegen benut dat buitenkansje niet. Te vroeg inlopen. Herkansing voor haar. En dan weer niet. Nee, ja, het blijft lastig. Strafworpen nemen. Even later, Meerkerk dan wel raak. Alsnog 4 verschil, 15-11. Dan de doorbraak bij Snel, maar hij heeft het niet helemaal. Gaat er niet in. Daar, strafworp. Ja, een terechte strafworp. Vervelend natuurlijk dat die bal in het gezicht komt bij Hendricks. Maar ik denk inderdaad dat Van Haren die bal vast heeft. Wordt er een time-out aangevraagd door de aanstaand bondscoach, door Jan Niebeek. En Boadi zei dan wel vanaf 2,5 meter. Ruststand is dan 16-11. Kort na rust, Mick Snel gaat daar langs Meerkerk en hij rondt het ook knap af. 16-12. Kan koploper Top dan nog terugkomen in de wedstrijd? Meerkerk, daar. Het doelpunt uiteindelijk, ja, die strafworp zou wat makkelijk gegeven zijn. Dat zegt Snel ook. Maar het is in elk geval Van Ginkel die het gelukkig wel afrondt. Hier weer een goede rebound bij Van Roekel. Naar Meerkerk en daar staat ze weer vrij, Van Ginkel. Schiet 5 uit 6. 19-14 is dan de stand. Dan Top weer in de aanval. Gaat hij er langs en dat lijkt me een doelpunt. Maar scheidsrechter Buis vindt het doordringen. Snel begrijpt het niet. Hendricks is des duivels. Kijken we naar de herhaling. Ja, dat is toch echt een rechterhandje bij Meerkerk. Dit had een geldig doelpunt moeten zijn. Terechte protesten bij Top. Goed, even later weer die ploeg uit Sassenheim in de aanval. Oeh, Annels, die bal kan je al veel eerder schieten. Nou, dan alsnog. De Wit staat er een beetje te slapen. Straf op voor Annels. Belangrijk in deze fase. Ja, kom op, hé. Dit is echt Korfbal League onwaardig. Lijkt nergens op wat Annels daar laat zien. Lacht er een beetje bij, maar zou zich eigenlijk wel een beetje moeten schamen voor dat soort strafworpen. Nou, Hendricks, dan is het weer een doelpunt dat wordt afgekeurd. Ja, en weer begrijpelijke protesten bij Top. Wat is het? Is het snijden? Is het... Nee, lichamelijk contact. Nou, ja,
Goed, snel dan, even later alsnog. Strafworp. 21-18. Gaat Toppen dan nog recht breien? Het antwoord gaat snel volgen. Bouwadi, daar komt van Ofwegen vrij. Die bal moet omhoog en die bal gaat binnen. Niet de dame die heel vaak scoort, maar ze is heel erg belangrijk dit seizoen voor DVO. Koen van Roekel. En dan ontploft de zaal. 23-18. Een sensatie is in de maak, helemaal als het even later 24-18 wordt. En dit is De Wit. Niet heel lekker op schot tegen Arnolds, maar hij maakt wel de 25-18. En dan is de wedstrijd gespeeld. Een hele knappe, sensationele overwinning van DVO op top. Split dan nog wel met 2 doelpunten. Maar de tijd is te kort om terug te komen. Nee, DVO gaat winnen. Van top dat Nick Picard heel erg mist. Hopelijk voor hen komt hij snel terug straks in de beslissende fase van de competitie. Van heel ver nog Meerkerk met de eindstand van 28-21. Wat kan DVO nog in de tweede seizoenshelft? En is dit een incident voor top? En hoe snel is Picard weer terug?